In een vorig traject is deze ruimte al gedeeltelijk gestript. Is er ook al nieuwe vloer in gegaan en installatiewerk aangebracht. Nu wordt daarop voortgebeduurd en onder de vloer is een nieuwe balklaag aangebracht. Die staat op een betonnen vloer, ondervloer. Die ondervloer die was niet mooi vlak, maar die was wat hobbelig. Dus dat is uitgevuld, uitgelijnd, zodat het de vloer weer aansluit op de oude lambriseringen. Tussen de balklaag ligt liggen leidinggoten, omdat er heel veel installatiewerk ook in de plinten komt en ook een aantal vloerputten waar elektra- en wateraansluitingen komen. En daar zijn ook alle voorbereidingen voor getroffen, zodat die netjes weggewerkt zijn. Toen wij hier kwamen, zeg maar, was het een kale betonvloer. En daar zijn we begonnen met balken op te maken. Die hangen in hoekijzers om zuiver op hoogte te blijven. De hoogte was nog bekend van de oude vloer. En de oude vloer die lag achterin opgeslagen. En die hebben we weer helemaal pas gemaakt en gefreesd voor de nieuwe vloer. Het is een Amerikaans grenen vloer. En die heeft een eigenschap, zeg maar, dat hij langdradig en vettig is. Dat is de oude vloer en hij wordt ook weer genageld met oude nagels. Daar zijn we gewoon weken mee bezig, omdat de vloer bestaat uit lange delen van wel 9, 9,5 meter lang. Dat is echt uitzonderlijk. Die delen zijn ook nog buitengewoon gaaf, bijna geen kwasten, echt tophout. Die vloer hebben op een bepaalde manier in deze ruimte gelegen. Deze ruimte is ook nog eens niet overal even breed. Dus waardoor de delen ook niet allemaal even breed zijn, maar taps verlopen. Waardoor die vloer heel licht uitwaaiert aan één kant. Dus elke deel heeft zijn eigen plek in deze vloer. En dat was in het verleden wel enigszins genummerd. Maar dat was toch nog wel een puzzel om het weer op dezelfde plek terug te krijgen. Eigenlijk waar dus de balken zitten, ertussenin, zouden het dus kunnen wisselen. En als je een veer erin doet, is dat over. En in de oude situatie deed ze dat met dookjes. In de oude manier zat er dus geen groef in en alleen dookjes. En in de nieuwe manier zit er over heel de langskant een groef in met een veer. Kijk, hier zie je ook duidelijk dat die veer zitten die we erin gefreesd hebben. Nou, we zijn nu zover dat we de eerste lambrisering gaan plaatsen. En als die staan zeg maar, zonder de vloerplinten, dan gaat die geschuurd worden. En dan komt er zeg maar, dit tevoorschijn en dan wordt die in de was gezet. Daarna dan, wordt die afgedekt en gaan we met het plafond aan de gang, zodat dat weer opgebouwd wordt. En zodat de schilder ook zo snel mogelijk aan het werk kan in deze ruimte.